Nou, ik heb het al vaker gezegd, maar ik dacht, nou ga ik het eens doen. Ik zal vandaag filmen waar onze paarden staan en wat zeg maar mijn stal is. Hier zie je de weides en daar is de bak. Nou loop ik naar de stal toe en dit is zeg maar het gebouw wat er al stond. Het was eerst een kassenbedrijf voor bomen en planten en fruit en zo. Maar nu zijn we het aan het verbouwen, vandaar ook dat ding wat daar staat. En nu maken we er ons huis van, ons gastenverblijf zeg maar. Nou. Hier zetten we de paarden meestal aan vast. En jullie zien de paarden al aankomen. Dat is een van de ingangen naar ons huisje. En hier is de ingang naar de paddock. En ze staan te slapen. Nee, manneke. Nou, het is vandaag de tijd. Want deze tijd liggen ze altijd te slapen. Nou, hier waar de wei in gaat. Kun je via daar helemaal zo naar de bak toe. En daarachter is de wei dus. En hier in de paddock kun je altijd lekker trainen. Dat is heel fijn. En hier zijn onze stallen. 4 stuks. En daar kun je slapen en dan komt de woonkamer en alles. We zijn nog niet klaar, maar dat moet in de zomer ergens gebeuren. Hé, hey, waarom? De paarden zijn inmiddels wakker. We gaan ze vandaag even lekker uitrekken. Nee, we gaan niet, Soeska. Nou, dan gaan we weer uit de wei. Nee, lieverd. Zo, en dan kunnen we naar binnen gaan. Dan komen we bij een soort zadelkamer-achtig iets. En dit is de zadelkamer. Het is een beetje donker om te zien. Wacht, ik kan de deur wel even los doen. En hier ligt al ons tuig. Nou ja, hier hadden mijn poetspullen, want ik ben poetspulverslaafd. Dus vandaar. Het voer. En ons tuig. De zadels en de dekjes. En als je hier verder loopt. Oh ja, hier is ook nog trouwens de stal. Je kunt dus één deur is het verbonden tussen twee stallen. Dus je kunt zo door de stallen heen kijken. En de paardjes. Nou, als we verder lopen, hier staan alle wasspullen voor de shows en dergelijke. Gewoon een mooie poster. En als we verder lopen, hebben we hier mijn vaders werkruimte, zeg maar. Dat is een deur naar de wc's en naar de bovenverdieping. En dit is de kantine. Waar je echt heel lekker kunt slapen of, weet ik niet, gewoon gezellig kunt uitrusten na trainen. Of gewoon lekker een beetje kunt relaxen, zeg maar. En daar staat de bank. En onze kachel. De kachel is zo fijn. Nou, de spiegel. En als je even kijken, verder loopt, kom je hier bij het washok. Hier komt uiteindelijk dus, ja, het staat er allemaal al, maar het is nog niet echt in gebruik. Het washok. En als je hier verder loopt, heb je wc nummer 1. Het zwarte gat. En als je naar boven gaat, komen we straks op de plek waar het gastenverblijf moet komen. En uiteindelijk ook ons eigen huisje, zeg maar. Of in ieder geval die van mijn broertje en mij. Nou. Hier is dus wat uiteindelijk de woonkamer moet worden. En zoals je ziet zijn we daar nog mee bezig. Dus dat is nog niet zo ver. En het liefste wou ik dat dit mijn kamer was. Want je hebt het perfecte, maar dan ook het perfecte uitzicht. De paarden. Ja, dus dat is wel fijn om hier te slapen. Nou. Als we hier verder lopen, komen we bij nog een slaapkamer. En ik weet niet waarom er glas zit, want zoveel privacy heb je dan niet. En hier is nog een slaapkamer. En hier is een slaapkamer. En dit slaapkamertje, dat vind ik echt fijn. Lekker veel licht en zo. Gigantisch raam. En je hebt uitzicht over de weiland en de paddock en zo. Dus ik dacht, daar ga ik, dat wordt mijn kamer. Nou, verder is het boven is het niet zo heel veel. Jullie zijn weer beneden. Dat is die deur die ik zo straks aanwees. Nou, het is dus niet heel, het is niet gigantisch groot, maar het is wel gewoon lekker knus en alles. Heel fijn. Nou, daar is een soort van de voordeur. Oh, ik moet de slang nog uithalen. Nog een wc. Nog uit. En als we hier, ja, hier is nog een kapstok. Het is echt een doolhof eigenlijk. En dan zijn we bij de werkruimte. De kantine. Nou, dan gaan we weer naar buiten. En daar staat hij al, ik wist het. Nou, liefske. Hey, waar is nou? Hoi. De paarden, ze staan lekker te slapen.
anders staat hij te slapen. Hé. Hey. Oh, hey lieverd. Hey Sammy. Nou ja, dat was eigenlijk wel de rondleiding. Maar dan hebben jullie een beetje een idee waar ik sta met de paarden.